Zijspancrosser Koen Hermans kan morgen met zijn Franse bakkanist Nicolas Musset in Rennes voor het eerst in zijn carrière de ONK-titel pakken. Slechts één punt scheidt de ambitieuze 21-jarige crosser uit Baak van zijn directe concurrent Etienne Bax. Ja, dat wordt, ja, wordt echt een spannende dag samen met Etienne Bax. Uh, daar staan we één punt op achter. En ja, het zal toch echt een beslissende mines gaan worden, de tweede mines hoop ik. En uh, ja, ik hoop dat wij het kunnen waarmaken om dan eerste te worden. Is dat de belangrijkste wedstrijd die eraan zit te komen voor jullie? Ik denk voor, voor het moment wel. Uh, dat is natuurlijk de eerste keer dat ik de kans krijg om uh, met ONK eerste te worden. Uh, ja, het is natuurlijk wel extra spannend. Uh, ik, ja, ik kan de druk altijd wel goed wegleggen. Ik, uh, ik ga mijn wedstrijd rijden en het beste van maken. Dus ja, meer als dat kun je ook eigenlijk niet doen. Wat vind je eigenlijk zo leuk aan deze sport? Ja, ik ben er, ja het is van het begin af aan opgegroeid. En, uh, toen ik echt gewoon klein was, zat ik alleen in de motocrossbladen te kijken. En uh, ja, toen was uh, Opa Batia maar daar ik mee begonnen. En ja, zo is dat eigenlijk opgegroeid. Maar als ik dat nu zo voel, dan denk ik echt van ja, ik zou ook nog niet zonder kunnen. Het is gewoon een, een kick wat je krijgt. En als de resultaten er dan zijn, ja, dan is al het werk ook de moeite waard geweest. Als jij uh, constant tegenslagen hebt en je doet er zoveel voor en het wil allemaal niet, ja dan. Dan geeft het je geen kick meer en dan zal het echt lastig worden om zo'n seizoen af te maken. Maar ja, bij ons klopt gewoon alles en het gaat tot nu toe gewoon uh, supergoed. En uh, ik hoop dat we dat zo kunnen voortzetten. Een Achterhoeker en een Fransman. Wat is dan eigenlijk de voertaal op de motor? Uh, we praten altijd Engels. Uh, hij zelf uh, kan natuurlijk geen Nederlands. En uh, Frans heb ik ook nooit gehad op school, dus ik kan ook geen woord Frans. Ook nog geen Franse scheld worden geleerd? Dat wordt natuurlijk wel geleerd, maar ook de Nederlandse scheld worden. Wat wil je verder nog bereiken in je carrière? Ja, waar ik toch echt wil bereiken. Maar dat wilde ik uh, van klein zijn al als wereldkampioen worden. En uh, ja, we komen wel steeds dichter bij de top. En we rijden nu ook echt in de top. We zijn nu dus tweede. En uh, ja, het is allemaal mogelijk. En ja, het seizoen is nog lang. Dus uh, we doen ons best. En ja, ik hoop, ik hoop dat, het, dat we het kunnen waarmaken.